Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 23 mei van Weerplaza. Vanochtend is er overwegend veel bewolking aanwezig en vallen er een aantal buien. De buien trekken in de loop van de ochtend naar het westen weg. In het midden en zuiden blijft het nog lang bewolkt en soms ook regenachtig. Later vanochtend breekt de zon door in het noorden van het land en vanmiddag is het op veel plaatsen droog. Met af en toe de zon erbij. Het wordt zomers warm, met 25 of 26 graden landinwaarts. Aan zee ligt de temperatuur rond een graad of 23. In het zuiden is vanavond en vanmiddag nog een enkele bui mogelijk, en de temperatuur daalt vanavond naar 18 tot 21 graden. Morgen schijnt eerst de zon geregeld. Later ontstaat er vooral in het midden en zuiden opnieuw een bui, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zomers warm, met 25 tot 26 graden op veel plaatsen. En ook op vrijdag is lucht warm en vochtig en onstabiel met een aantal buien, maar ook wel geregeld zonneschijn. In het weekend blijft het droog en wordt het nog warmer, 25 tot 28 graden op veel platen. Mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.